Goedemorgen, Jurie Vips is met onmiddellijke ingang voorlopig uit de jeugdopleiding van Red Bull Racing gegooid wegens racistisch wangedrag, zo laat het team weten via een statement. Vips, een 21-jarige coureur uit Estland, leek lange tijd aan de weg te timmeren richting misschien wel een plekje in de Formule 1, getuigen zijn kans die hij eerder dit jaar kreeg. Maar goed, die weg omhoog lijkt nu wel even van de baan te zijn. Op beelden die op social media rondgaan is te horen hoe Jurie bij het spelen van het spel Call of Duty Warzone het N-woord laat vallen. En dat is voor Red Bull Racing reden genoeg om de 21-jarige coureur uit zijn functie te schorsen. Verder doet Red Bull Racing voorlopig nog geen uitspraken over een verdere benadering van de zaak. Of Vips na zijn onderzoek terug kan keren in zijn functie, dat moet dus nog blijken. Vips zelf heeft ook gereageerd en snapt de beslissing en gaat op Instagram door het stof. In zijn reactie verontschuldigt hij zich voor zijn taalgebruik en volgens Vips is het dan ook niet acceptabel dat hij het woord heeft gebruikt. Hij heeft spijt en wil op deze manier niet een voorbeeld zijn voor zijn fans. Vips zal meewerken met het onderzoek van Red Bull Racing. En Oscar Piastri zal naar verluid op het circuit Paul Ricard zijn Formule 1 debuut gaan maken. De Franse tak van motorsport.com verwacht dat Alpine de Australiër zal inzetten tijdens de eerste vrije training. Over de positie van de 21-jarige Piastri is veel te doen. Alpine wil hem absoluut niet kwijt, maar ja, kan het team hem ook geen zitje aanbieden. Aangezien Formule 1-teams dit jaar twee keer een rookie moeten inzetten tijdens een eerste vrije training, is te verwachten dat de Formule 2-kampioen in Frankrijk zijn debuut zal gaan maken. Een sessie tijdens een vrije training is natuurlijk een eerste goede stap, maar toch zal Piastri zich focussen op het verkrijgen van een vast zitje in de sport. En dan komt het team van Williams in beeld. Ja, het zijn geruchten en er is nog helemaal niets bevestigd, maar de verwachting is dat Piastri het stoeltje van Latifi bij Williams zal gaan innemen. Mocht het Franse team er niet in slagen in het verkrijgen van een zitje voor Piastri voor volgend seizoen, ja, dan kan de rijder onder zijn contract uit. Was hem dan het GPFans nieuws van de woensdagochtend. Vond je dit een leuke video? Laat het dan even weten in de comments hieronder. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!